Hey jongens, ik ben Dennis, a.k.a. Denske, en vandaag heb ik jullie weer een nieuwe GTA video. En in de video van vandaag ga ik het jullie hebben over GTA Online en dan over Bad Sports. En Bad Sports is een soort van straf die je kan krijgen in GTA Online. En dat krijg je als je eigen misdraagt. En dan zul je misschien wel denken, hoe kun je je eigen in hemelsnaam misdragen in GTA Online? En heel veel mensen zullen dan waarschijnlijk denken aan hacken en glitchen. Dat is niet het geval. Nee, je krijgt een Bad Sports als je heel veel mensen hun auto kapot maakt. En als je halverwege uit missies rage quit als het ware. En nou, ik denk dat je nou wel een beetje kan invullen wat wij hebben gedaan. We hebben best wel veel mensen hun auto's kapot gemaakt. En het is best raar, want als jij mensen afschiet, krijg je er geen bad sports voor. Alleen als je hun auto's kapot maakt. En dan word je eigenlijk dubbel voor gestraft, want het kost ook nog geld. Want dat zie je zo meteen nog wel. Dan rijd ik over iemand zijn... ik weet niet hoe die wagen precies heet. Dat is een soort van... Koenigsegg volgens mij. Kijk, $10.000 boete voor. Of bijna 10.000. Dat zie je als het goed is nou. En dat is best wel bruut. Maar ja, dit krijg die boetes dus voor die auto's kapot te maken. Maar uiteindelijk ook nog die bad sports van 3 dagen. En ik zal even uitleggen wat het precies inhoudt als je een bad sports krijgt. Als je een bad sports krijgt, dan, kun je eigenlijk alleen nog maar bij andere mensen in lobby's komen die dat ook hebben. Dus je kunt niet meer bij gewone mensen komen. Je kunt dus niet meer normale missies doen. Bij mensen die serieus willen spelen, maar je komt alleen maar bij mensen in de game die alleen maar zitten te kloten zoals wij dus deden met die tanks. En ja, voor de rest heb je ook een good sport, daar krijg je geld voor als je dat doet. Dus dat is ja, eigenlijk als je eigenlijk gewoon goed gedraagt en je gaat veel missies doen en zo, dan krijg je good sports. En ja, dan krijg je geld voor. Voor de rest, ik weet niet of dat er verder rest nog nadelen zijn aan bad sports, behalve dan dat je trouwens ook zo'n mongole hoedje op krijgt. Op zich is het niet zo erg, maar ja, het is wel grappig dat ze het doen. Maar ik vind het een beetje onzin. Ik bedoel, het is GTA, jongens. GTA staat erom bekend dat je mensen kapot moet schieten. Auto's moet jatten. En noem maar op, alles wat God verboden heeft, moet je doen in GTA. En als je dat dus doet in online, dan krijg je er een bad sports voor. Dus ik vind het een beetje onzin. Nou, ik maak me eigenlijk niet zo heel erg druk om, want ik vind het niet zo erg. Ja, wow, dat hoedje en die boete. En voor de rest, dat ik bij mensen kan komen die alleen maar bad sports hebben, vind je erg. Want maat van mij heeft dus ook bad sports. We hebben allebei 3 dagen bad sports. En als we gewoon met deze tank gaan rondrijden, dan denk ik dat we nooit meer van die bad sports afkomen. Want dit is echt, echt insanity. En ik zal even zeggen hoe ik dus aan deze tank kom. Heel veel mensen zullen waarschijnlijk toch wel willen weten hoe de fuck kom je aan een tank. Nou ja, je kunt de tank kopen als je level 70 bent. En wij zijn allebei level 70. Ik was in deze gameplay level 70 en mijn maat van mij was level 77. En ik ben nog steeds 70. Ik weet niet of mijn maat nog verder is gegaan met missies of zo. Maar ja, we zijn dus vrij hoog level. En dat is ook de reden waarom eigenlijk niemand een tank heeft. Dat is het leukste. Niemand online heeft een tank. Alleen wij twee. Dus wij rijden heel de hele tijd met z'n tweeën rond. En dan zijn we eigenlijk een beetje de bazen in de servers. En dat is echt enorm vet om te doen. En een tank, als jullie willen weten, kost 1,5 miljoen om te kopen. Dat is enorm veel geld. Wij hebben er ook enorm lang voor gespaard. Ik heb nou nog iets van 4 ton, heb ik volgens mij. En ja, ik heb er wel veel geld erin gejagen. Maar het is veel geld, 1,5 miljoen. En je ziet waarschijnlijk nou... Waarschijnlijk, ik weet niet of ik mijn gameplay nog een beetje edit, maar je zult sowieso een keertje in de gameplay zien dat hij kapot gaat. En dan zul je misschien denken, ja fuck, tank kapot kost zo 1,5 miljoen. En dat is niet het geval. Als jij een tank koopt 1 keer voor 1,5 miljoen, dan kun je ze volgens iedere keer op blijven roepen voor $1000 per stuk. Dus je kunt er geen 2 oproepen bij elkaar, dus dat je hem eentje aan je maat geeft, dat kan niet. Maar je kunt er wel gewoon 1 oproepen en die maakt kapot en je betaalt 1000, dan krijg je weer een nieuwe, constant. Er zit geen delay op, je kunt ze gewoon in blijven callen. En ze spannen altijd op dezelfde plek langs de weg. Heb je waarschijnlijk ook in een video een keertje gezien. En dat is best wel stupid. Er staan gewoon allemaal gebouwen, winkels, noem maar op. En dan staat er ineens een fucking tank langs de weg. Dat is op zich wel grappig. Maar ja. Dit was onze eerste match dat wij met deze tanks gingen rijden. Of in ieder geval ik. En het was gewoon echt super vet. Mensen waren echt super mad op ons. Maar ja. Ik bedoel, kun je het ons kwalijk nemen? We hebben een fucking tank, jongens. Wat doe je anders met een tank? We probeerden nog een maat van ons uit de lucht te schieten met die jet. Alleen hij vloog te ver weg. Ik schiet zo nu en dan ook mis, dat klopt. Maar ik probeer zeg maar voor hem te schieten, zodat hij erin vliegt. Maar dat werkte niet. En hij vloog heel vaak te ver weg. En die tank had niet zoveel range. Daarom kon ik hem niet hitten. Dat is jammer, want hij vloog heel vaak weg. Maar als hij in de buurt was gekomen, jongen, had ik met de lucht geschoten. Ik zweer het je. Net 1 keer kwam hij heel dichtbij en toen schoot ik mis. Dat is wel jammer. Maar ja, ik wou deze clip gewoon aan jullie laten zien. Ik kan hem niet live commenteren, anders kan dat natuurlijk niet. Maar had ik eigenlijk het liefst wel gedaan, want het was echt enorm grappig en zo. Maar ik moest dit jullie gewoon laten zien, want ik durf te wedden dat de meeste van jullie toch niet veel dit zien. Of in ieder geval sowieso niet zelf doen. Want level 70 is een vrij hoog level. En zoals je misschien ook kan zien, ik kijk nog op mijn gameplay mee, maar het kan zijn dat ik hier inderdaad nog wat aan edit. Maar
Hij gaat ook niet snel kapot. Hij gaat serieus niet snel kapot. Als je de singleplayer tank koopt, die heb ik ook ooit een video over gemaakt. Maar die gaat echt, als je bijvoorbeeld, laten we zeggen, over 3 auto's heen rijdt, ontploft die. Nou, in multiplayer is het echt een tank. Hij gaat bijna niet kapot. Je kunt er C4's op gooien, hebben we geprobeerd. En, of sticky bombs, hoe je het wil noemen. En ze gaan gewoon echt niet kapot. Dus de enige manier om je eigen tank, of om een tank kapot te krijgen, is door jezelf op te blazen het waar. Dus echt gewoon recht voor je neus met je tank te schieten. Of natuurlijk zelf ook een tank te nemen. En ja, wij reden met z'n tweeën, wij hielpen elkaar eigenlijk. Gewoon als twee bazen door die stad in rijden. Dat is gewoon super vet natuurlijk. En niemand kon ons iets maken. En op zich staat het best hoge levels in deze lobby. Volgens mij zaten er een paar mensen van 50 en van 40 en noem maar op. Maar ja, die konden ons gewoon niks maken. Want ja, twee tanks bij elkaar. Eén tank is gewoon al onmogelijk om kapot te krijgen als het ware. En als je dan twee tanks hebt, dat is helemaal sick. En de enige manier om ze kapot te krijgen is volgens mij echt met een jet of zo. Of ja, natuurlijk met een tank. Maar een jet is vrij moeilijk om mee te vliegen. Zeker als je door die steden in rijdt, zeg maar. Dus in ieder geval enorm vet. Voor de rest wil ik je nog vragen, wat kan ik uploaden voor GTA? Want op het moment ga ik weer meer Call of Duty uploaden. Hebben jullie misschien gezien? Laatst heb ik heel veel GTA geüpload. En nou ben ik van plan om allebei een beetje gelijk te uploaden, zeg maar. Dus gewoon de hele tijd een beetje Call of Duty en dan daarna een keertje GTA gameplay tussendoor. Maar niet heel veel GTA aan een stuk door. Maar gewoon zo nu en dan. Ik heb dat laatst veel gedaan, dus ja, GTA was net nieuw natuurlijk. Iedereen wil graag GTA zien en spelen, noem maar op. Dus even met de hype meegaan, want het is gewoon een enorm vet spel natuurlijk. Maar op het moment komen mensen toch een beetje terug naar, naar Call of Duty zelf. Ik ook dus. En de reden daarvan is dat ik gewoon weer een beetje probeer te oefenen voor Ghost. En dat is de reden waarom ik ook weer wat Call of Duty upload. En ik vind dat toch wel een beetje het belangrijkste, aangezien ik even kijken of ik mijn 11.000 abonnees heb. En van de 11.000 zijn er waarschijnlijk toch 10.000 die geabonneerd zijn door Call of Duty. Dus dan moet ik natuurlijk wel blijven uploaden natuurlijk. Maar zoals ik net al zei, wat moet ik uploaden voor GTA? Want persoonlijk lijkt mij het leukste om wat GTA Online te uploaden, zoals dit bijvoorbeeld, gewoon echt Madness of gewoon wat races of wat missies of zo. Ik weet niet. In ieder geval singleplayer kan ik ook uploaden, maar singleplayer heb ik persoonlijk voor 90% uitspeel nou. Ik ben op 90% en het enige wat ik nou nog kan doen is een beetje geld maken. En van die bedrijven kopen en zo. En collectibles verzamelen. Dat is niet zo interessant. De meeste zo heb ik allemaal al uitgespeeld. Dus het leukste is denk ik gewoon om online te doen. Zeker als ik dat live record met Skype. Dan is dat enorm vet te doen. En ik hoop dat dit moment, weet je wat, ik laat dit sowieso op dit moment zien. Nou zie je dus, iemand stapt in zijn auto en ik had al lang gezien, ik zat gewoon aan hem te kijken. Hij had mij ook gezien, hij durfde gewoon niet aan te rijden. Ik dacht van, ik speel gewoon dood, als ik niks doe dan ziet hij me misschien niet. Ja, ik kan hem lang zien, dus dat was het leukste. En vervolgens rijd ik over mee, dat was gewoon grappig. Maar dit wou ik jullie gewoon laten zien, ik heb verder rest niet echt gek veel te vertellen. In ieder geval, ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik denk dat ik het hier bij laat. Dus echte GTA Madness. En laat me in de comments weten of jullie ook Badge Bros hebben gehad. Of jullie het hebben. En wat jullie ervan vinden. Persoonlijk vind ik het een beetje onzin. Ik snap dat je mensen straft als ze zich misdragen. Maar dan zou ik zeggen, doe dat als ze cheaten of als ze glitchen of wat dan ook. En doe dat niet als ze eigenlijk het spel spelen zoals het bedoeld is. Want GTA is een schietspel. Je moet mensen afknallen. Ik doe het. En dan word ik ervoor gestraft. Dus ik vind het een beetje onzin. In ieder geval, ik spreek jullie wel weer. Laat maar wat leuks achter in de comments. Like de video als je het leuk vond. En dan zie ik jullie waarschijnlijk de volgende keer weer. Dus tot de volgende keer. En houden we. Lol.